Hallo, ben jij misschien op buitenplaats? Nee. Nee. Buitenplaats. Ik heb geen idee. Buitenplaatsen? Nee. Nee, nooit van nooit. Als je hebt kunnen zien, weten een heleboel mensen niet wat een buitenplaats is. Daar willen wij met deze film verandering in brengen. Vandaag zijn we te gast bij Huis de Manpad om te laten zien hoe het leven er vroeger aan toe ging en nu aan toe gaat op een buitenplaats. Bottle full of bub, look mommy, I got the X, I'm into taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, if you're into getting rough, you can find me in the club, bottle full of bub, look mommy, I got the X, I'm into taking drugs, I'm into having sex, I ain't into making love, so come give me a hug, if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub, When I roll 20 deep, it's 20 knives in the club, Niggas heard I fuck with Dre, now they wanna show me love, when you sell like Eminem and the hoes, they wanna fuck, but homie ain't nothing changed, hold down, G's up, I see exhibit in the cut, ain't nigga roll that weed up. Nou, René Dessing, welkom. U heeft ervoor gezorgd dat 2012 het jaar van de buitenplaats is geworden. Waarom bent u hiermee begonnen? Nou, dat is eigenlijk een hele simpele en waarom ik hiermee begonnen ben, dat kan je zelf ook wel zien. Je bent hier een paar uur te gast op het Manpad geweest en ik neem aan dat je het niet heel erg lelijk vond hier zo. Nee. Wij genieten hier eigenlijk elke dag van iets wat heel bijzonder is. En dan gaat het niet om rijkdom of om spullen, maar gewoon die wisselwerking tussen die natuur en dat huis. Dat leven in midden in die groene oase is iets wat heel waardevol is en wat mij althans heel erg veel gebracht heeft, waarvan ik geniet. En dat te delen met veel meer mensen is wat mij wel drijft en wat ons binnen de stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 allemaal drijft. We hebben nog maar 550 van dit soort huizen en ze zijn allemaal de moeite waard om daar even iets meer mee te doen. En voor jullie hier in Heemstede, Hageveld is van oorsprong ook een buitenplaats, Daarvoor zelfs een klooster geweest. Het heeft een bijzondere geschiedenis. En ook bij jullie, het is natuurlijk bijzonder dat jullie in een school zitten waar een soort bos bij aanwezig is, wat eigenlijk nog een restant is van een buitenplaats. Heemstede heeft heel veel bijzondere en mooie buitenplaatsen. En daar moeten we zuinig mee zijn. Kunt u misschien vertellen wat een buitenplaats inhoudt? Wat is eigenlijk een buitenplaats? Nou, ik zeg dan altijd, dat is een goede vraag. Een buitenplaats is een plek eigenlijk waar jullie nu vandaag zijn, het Manpad. Daar zijn er ooit een paar duizend van geweest. Een buitenplaats is eigenlijk een heel in zijn geheel, een geheel ontworpen geheel, waar eigenlijk alles is bedacht. De tuin, het huis en alles is op elkaar afgestemd. Dat deden ze in de 17e eeuw en dat deden ze in de 18e eeuw weer een beetje beter of weer een beetje anders in de 19e eeuw. En elke tijd heeft men wel iets zelf gedaan met die buitenplaats. En je moet je bij stilstaan dat alles wat je hier op zo'n buitenplaats ziet is bedacht. Dus elke boom, elke struik, daar is over nagedacht. En dat is iets heel anders dan een landgoed, waar die is vaak meer opgebouwd uit elementen die agrarische velden, boerderijen. Om zo'n buitenplaats wordt natuurlijk een grote tuin. Daarom hebben wij een interview nu met de tuinbaas Fred van der Hengst. Nou, waarom zijn de tuinen van de buitenplaats nou zo belangrijk? Ja, de tuinen van de buitenplaats waren altijd belangrijk voor de mensen die hier woonden. Dat was toen ook toch een soort lust. En ook met name het fruit wat je hier natuurlijk ziet, dat was natuurlijk allemaal leuk voor eigen gebruik. Wat voor soort planten zijn die nou allemaal? Nou, hoofdzakelijk zie je hier langs de slangenmuren zijn hoofdzakelijk lijffruitbomen. En dat zijn hoofdzakelijk allemaal perenbomen, 80% zijn perenbomen. En er staan wat appels tegenaan, er staan nog wat perziken tegenaan, wat pruimenbomen. En voor de rest, helemaal achterom, er staat nog een hele grote moer bij. En voor de rest, hier achter jullie zie je dan dat je daar allemaal nog ook fruitbomen hebt staan. Dat zijn halfstand fruitbomen met hoogstand fruitbomen. En die zijn dus pas aangeplant. Waarom is de slangenmuur zo bijzonder? De slangenmuur is op zich zo bijzonder omdat die eigenlijk op een zelfstaande muur is.
Als je een rechtermuur neemt, zoals je designmuren ziet staan, dan zie je om de 2-3 meter zie je steunberen staan. En deze muur die staat helemaal op zichzelf. Omdat die als een kronkel staat, en dus zelfs een vuilbare stuk karton, als een slang, zet hem maar op tafel neer en dan blijft hij ook staan. En van deze muur is ook heel erg mooi dat de fundering van deze muur, die zit helemaal tot in het grondwater gebouwd. Zodat de wortels van de bomen die erachter groeien er niet onderdoor kunnen komen om hier het voedsel van de bomen weg te halen. We staan er in de oude keuken van Huis de Manbad samen met bewoner Wim Dreugen. En hij weet ons natuurlijk alles te vertellen over het leven en hoe het hier is op de buitenplaats. Wim, hoe is het hier om nu te wonen? Om hier te wonen is een bijzondere ervaring. We hebben altijd gewoond in huizen waarin wij de baas waren. En toen we op het Huis de Manbad kwamen wonen, was er een enkele anders. Het Huis de Manbad bepaalde ons ritme. De winter was aanwezig, de zomer was aanwezig. Het huis is feitelijk een immens belangrijk onderdeel van ons leven geworden. Op alle manieren werkelijk. Dus ja, het is een ervaring om te wonen op Huis de Manbad, kan ik je zeggen. En wat is volgens u de historische waarde van buitenplaatsen? De historische waarde van buitenplaatsen is immens belangrijk. Er zijn er nog maar 550 in ons land te vinden, tenminste een complex historische buitenplaats. Ik denk dat de importantie van voor het landschap, wat heeft betekend voor de vorming van Nederland, dat buitenplaats een grote rol speelt. Maar nu ook nog dat wat er is, immens belangrijk is om te onderhouden en te laten zien hoe er werd geleefd, wat er gebeurde. Kortom, ook de culturele waarde van deze plekken. Nou, hallo Hillebrand, welkom. Hallo Rick. Nou, wij hebben gehoord dat Hagel vroeger ook een buitenplaats is geweest. Ja, kunt u daar iets misschien meer over vertellen, wanneer dat is ontstaan, wanneer de bouw is begonnen en zo? Nou goed, we zitten hier natuurlijk op een toplocatie, vlakbij het Spaarne, vlakbij de Heemsteedse haven. Ja. En inderdaad, als je achter je kijkt, dan zie je daar het landgoed en de villa van het landgoed. En dus de bisschop van Haarlem heeft dit landgoed aangekocht voor de priesteropleiding van het toenmalige bisdom Haarlem. En je kunt wel zien, want je vertoeft hier dagelijks, dat het natuurlijk een A-locatie is. Hè, dat het een plek is waar het goed is om te zijn. Hè. A place to be, zeggen ze tegenwoordig. Ja. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love.